allemaal. Gezellig. Leuk, leuk. We racen van de ene naar het onderwerp naar het andere. Ik ben benieuwd. Wie van jullie heeft allemaal een horloge? Nog in deze tijd. Nou, dat is nog best wel veel. Op het balkon? Ja, ook nog wel. Toch wel een beetje de helft. En wie gebruikt zijn telefoon als horloge? Precies. Millennials. Inderdaad, inderdaad. Ik gebruik altijd mijn telefoon als horloge. En dan denk ik altijd, oké. Even kijken hoe laat het is. Dan kijk ik op mijn telefoon en denk ik, oh, hey, leuk, oh, leuk, ja, oh, leuk, 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 ja. Dan zoek ik mijn telefoon weg en denk ik, hoe laat was het ook weer? En dan kijk je weer en denk je, oh ja, zo laat was het. Of soms dan kijk je en denk je, ik heb echt geen idee dat ik net had gekeken hoe laat het was, want grappig, leuk. Hey, vandaag ga ik het hebben over timing is everything. Timing is everything. En eigenlijk is tijd iets heel interessants. Tijd is namelijk los van waar je vandaan komt, wat je achtergrond is, uit wat voor familie je komt, of je rijk of arm bent, of je maakt niet uit hoe of wat. Maar iedereen op aarde heeft evenveel tijd gekregen. Iedereen op aarde heeft dezelfde 24 uur in een dag. En het is maar net hoe wij die 24 uur indelen. En tijd kan je niet kopen, tijd kan je niet lenen, tijd kan je niet even van iemand anders overnemen. Tijd kan je wel uitgeven. Tijd kan je verspillen. Tijd is eigenlijk iets heel aparts. Want iedereen hier heeft dus inderdaad evenveel tijd. En je hoort vaak ook van, ja, eigenlijk waar wij onze tijd insteken, daar gaat ons leven eigenlijk ook naartoe. Dus eigenlijk is tijd wel heel erg belangrijk. Want waar wij onze tijd instoppen, daar gaat ons leven gaat daar ook naartoe. Dus als wij iets van ons leven zouden willen veranderen, dan zouden we datgene moeten veranderen waar wij onze tijd in stoppen. En ik had nog iets grappigs meegemaakt gisteren. Ik was namelijk met Ruben uit eten. Echt waar, als je kinderen hebt, blijf vooral daten met je man. Want dat is echt, echt heel belangrijk. Dus we waren gisteren, hadden we oppas geregeld. Gingen we uit eten samen. We gingen sushi eten. Super heerlijk, all you can eat. Dat heeft Ruben echt nodig, all you can eat. Want anders zijn we serieus echt blut. Dus heer, dank u wel voor all you can eat eten. Lekker sushi eten. En we gingen bij zo'n restaurantje dat het zo allemaal zo op een tafeltje, weet je wel, zo ronddraait. Van die sushi-hapjes. En dan kan je het eraf pakken. Superleuk, had ik nog nooit meegemaakt. Dus dat was echt heel leuk. En die man zei tegen ons, ja, als je nog iets anders wil wat niet voorbij komt. Wat wel op de taart of op de kaart staat. Maar dan kan je dat gewoon even bij de bar vragen en dan gaan we het voor je maken. Dus wij dachten, nou, superhandig, superleuk. Dus halverwege dacht Ruben, ja, eigenlijk wil ik wel van die lekkere sushi met zalm eroverheen. Heerlijk, oh. Sorry, we hebben geen sushi vandaag, maar ik maak jullie even allemaal lekker met sushi. Dus Ruben loopt naar die bar toe en hij zegt tegen die man, ja, wij willen eigenlijk nog sushi met zalm. Dus die man die kijkt hem aan en die zegt, ja, dat kan helaas niet, onze rijst is op. Dus Ruben ging eerst heel hard lachen en die zei, ja, ik bedoel sushi met zalm. Dus die man zegt, nou ja, sorry, eigenlijk onze rijst is op. Ik dacht, nee, serious? Hoe kan je in een sushi-restaurant zijn en je rijst is op? Was het serieus? Dat is hetzelfde als dat je in een patatzaak bent en de patat is op. Dat kan toch niet, dat kan toch niet. Dus die man die zegt, ja, het is een beetje drukker dan we hadden gedacht. Dus wij keken om ons heen, er zaten drie tafeltjes. Het was een klein schattig restaurantje. Drie tafeltjes, ongeveer bijna de helft is dat daar zo. En ik zei, het is wat drukker dan je had verwacht, dus je rijst is op. Ja, oké, nou, heel bijzonder. Dus we hebben in ieder geval hard gelachen op onze date. Maar we hadden dus eigenlijk, nou ja, hij had van alles in elkaar geflanst. En gelukkig zaten we, ja, we kregen korting en dingen en dat soort dingen. Maar het was heel bijzonder, een leuke ervaring. Maar ik dacht, dit is dus niet de timing om te zeggen, je rijst is op. Dat is niet het moment, dat is niet het moment. Eigenlijk is het ook, hoor je ook wel vaak tegenwoordig, weet je, in deze tijd dat mensen denken van ja, druk zijn kan ook een beetje cool zijn. Iedereen, bijna iedereen die je spreekt, ja ik ben druk, oh zo'n drukke week, oh het is echt heel druk. En vandaag wil ik daar een beetje op inzoomen. Weet je, sommige mensen die zelfs geen baan hebben, hoor je wel eens, oh ik heb zo'n drukke dag gehad. Dan denk ik, waar ben je druk mee? Waar ben je druk mee? Of mensen die geen kinderen meer hebben. Kan je dan druk zijn? Echt waar. Ja, tuurlijk, je kan heel druk zijn, maar serieus, als je nog geen kinderen hebt, waardeer de tijd die je voor jezelf hebt. Waardeer het meer dan dat je het nu waardeert, want echt waar, dat,
moet je echt waarderen. Heel, ik doe alle moeite altijd om Levi een paar minuten langer te laten slapen, om nog even tijd voor mezelf te hebben. Maar we gaan vandaag even kijken naar onze tijd. Hoe gaan we onze tijd in ons leven besteden? Ik ga daar 3 categorieën van maken. Dan denk je, hoe kan je nou de hele zaal ons leven in 3 categorieën indelen? Nou, ik heb vandaag de microfoon, dus ik kan indelen wat ik wil. Maar als allereerste iets wat we niet onder controle hebben, dat is slapen. Slapen. Dat wordt de allereerste categorie die ik voor jullie heb. Slapen. Wie slaapt er gemiddeld 8 uur? Nou, netjes, netjes. Wie slaapt er gemiddeld 7 uur? Wie slaapt er gemiddeld 6 uur? Wie slaapt er gemiddeld 5 uur? Ook nog, ook nog, ook nog. Wie slaapt er gemiddeld 4 uur? Oeh. Zijn er nog mensen die gemiddeld 3 uur slapen? Ik hoop het niet, anders bid ik echt voor je. Ja, 1 iemand. Oeh. Ik bid heel hard voor jullie. Ik bid heel hard voor jullie. Maar vandaag gaan we er even vanuit. Wij slapen gemiddeld 8 uur. Liefhe van mij, ik geef jullie 8 uur slaap. En als je dat berekent, 7 keer in een week, 8 uur slaap, kom je op 56 uur uit. En daar maken we even een mooie toren van. Oh ja, zo'n blokje staat voor 8 uur slaap. Ik heb 21 blokken, dus als je goed uitrekent, is dat 168 uur. En je hebt 168 uur in een week. Dus al deze blokken kan ik indelen in een week. Dus we hebben dan 8 uur slaap. 7 keer 8. Dus dat is 4. 5. 6. 7. Nu moet ik niet gaan springen op het podium, want dan gaat hij omvallen. Maar gelukkig, mensen durven al niet vooraan te zitten. Dus dan wel van Wendy, bless you. We hebben hier een toren van 56 uur. Dat is wat wij slapen in een week. Mensen hebben gewoon slaap nodig. Je kan niet echt specifiek bepalen hoe laat je opstaat. Want vaak moet je naar je werk toe, moet je naar je studie toe. Of heb je kinderen die je wakker maken. Vaak kan je wel bepalen hoe laat je gaat slapen. Maar het gevaarlijke daarvan is ook vaak dat we meneer Netflix aan het daten zijn. Dus dat mag je verder invullen. Oké, de volgende. De 3e categorie is een baan. Ook daar. Vaak heb je bij een baan dat je 40 uur werkt. Misschien studeer je. Misschien zit je thuis met kinderen. Ook heel hard werken. Dus dat zie ik ook gewoon echt als een fulltime job. Of iets anders. Als je 40 uur op papier werkt, dan heb je vaak nog reistijd erheen. Reistijd weer terug. Veel dat je moet, weet je nog, werk na moet doen. Je moet nog thuis misschien studeren. Dus vaak komen we lang niet precies aan 40 uur dat je voor je werk kwijt bent. Daarom maken we daar ook een mooie stapel van. Van 56 uur. Dus dat is inclusief heen en weer rijden naar je werk. Studeren. Oeh, ik kan eigenlijk niet bewegen hier. Maar dan maken we ook een mooie stapel van. Zeven keer. Oeh. Ik durf hier niet meer te lopen. 56 uur wat je in de week kwijt bent aan werk. En dat is dan heel ruim, hè? Dat is heel lief van mij, geef ik jullie allemaal. Heel ruim. Dan hebben we nog 56 uur over. En dat is natuurlijk de meest interessante categorie. Dat is je passie. Je passie, ook daar geef ik jullie 56 uur. Wat je eigenlijk over hebt in een week. Oh kijk, hier staat het cijfertje nog bij. Mooi. Oeh. Als Levi hier was, had hij het heel leuk gevonden om dit om te gooien. Echt een jongetje is het. Je passie, ook 56 uur. En misschien als je dit ziet, ik in eerste instantie schok er eigenlijk heel erg van. Als je denkt, oké, in 1 week slaap je dus 56 uur, gemiddeld, geef ik jullie. In 1 week ben je 56 uur met je baan bezig, met werk, met studeren, met dat soort dingen. En dan heb je daarnaast nog in 1 week 56 uur over om iets te doen.
Denk daarbij misschien aan een business starten. Natuurlijk naar de kerk gaan. Iets voor je hobby. Tijd met je familie, met je gezin. Zulke soort dingetjes. Maar toch is dat nog 56 uur wat wij over hebben. In één week. En daar wil ik jullie vandaag in bemoedigen van. Wat doe jij in je leven met nog die 56 uur in de week wat jij over hebt? En als we zeggen van, hey, waar wij onze tijd in stoppen, waar wij onze energie in stoppen, die kant gaat ons leven ook naartoe. Dus eigenlijk waar wij nog die 56 uur in stoppen in de week, die kant gaat ons leven eigenlijk ook naartoe. Misschien denk je wel van, ja, ik wil eigenlijk hele andere resultaten in mijn leven. Ik ben helemaal niet blij met hoe ik nu in het leven zit. Maar hoe diegene erbij zit, zo, dat ziet er echt heel leuk uit. Maar dat zijn allemaal resultaten wat we zien van iets waar wij tijd in stoppen. Want waar wij tijd in stoppen, die kant gaat ons leven naartoe. En daar zullen wij uiteindelijk resultaten van voortkrijgen. Weet je, waar wij zaadjes zaaien, waar wij tijd en energie aan geven, dat is iets wat gaat groeien, wat gaat bloeien en wat gaat ontwikkelen in ons leven. Maar dan moeten we er wel bewust van zijn dat we 56 uur in de week hebben om daar tijd in te steken. En niet standaard elke avond als we uit ons werk komen op de bank neerploffen, achter Netflix neerhangen en denken, poeh, ik heb zo'n drukke week, ik heb zo'n drukke week. Want heel vaak kunnen we al snel uit onszelf zeggen van, ja, ik heb het zo druk, ik heb het zo druk. Maar waar zijn we echt daadwerkelijk druk mee? Als we echt onze uren in onze week gaan kijken, daar wil ik je ook mee uitdagen. Kijk een keer naar de uren in je week en wat doe je ermee? Vaak kunnen we tegen onszelf zeggen, ja, morgen, ja, morgen. Ja, morgen, ja, morgen. Morgen, ja, morgen. Maar morgen, nee, we leven in vandaag. We leven in vandaag. En in de Bijbel staat nog een hele mooie tekst die ik met jullie wil delen. In Esther, natuurlijk het boek wat hoort bij een vrouwenconferentie. Het boek over een vrouw. Esther 4 vers 14. En daar zegt iemand tegen haar, you were made queen for just such a time as this. Jij bent hier koningin voor deze periode, voor deze tijd. En ik ga niet inzoomen op het boek Esther. Misschien ken je het verhaal wel, wat zij allemaal in haar leven verder deed. En ze had heel veel invloed wat ze kon zijn voor haar eigen volk, voor haar eigen mensen. Maar God had haar geplaatst op die plek, op die positie, voor die tijd. Maar wij hebben niet zo'n invloed. Wij hebben niet dat we allemaal koning en koninginnen zijn. Nou ja, koninginnen dan. Maar wij hebben wel invloed in onze omgeving. En God heeft jou en mij geplaatst op een plek waar wij invloed kunnen hebben. Waar wij een zegen kunnen zijn. Waar we misschien, als we naar ons werk gaan, misschien heeft niet iedereen een droombaan hier. Dat je misschien, weet je, wat minder leuk naar je werk gaat. Maar hou op je werk ook je ogen open van, hey, wie kan ik een keer bemoedigen? Wie kan ik een keer helpen? Voor wie kan ik een keer een luisterend oor zijn? En wees bewust bezig met je tijd. Waar ben jij mee bezig? Waar steek jij je tijd in? Want als jij je leven zou willen veranderen, dan moet je veranderen waar jij je tijd in stopt. En daar wil ik jullie vandaag mee bemoedigen. Weet je, kijk om je heen. En kijk, hey, van misschien denk je zelf ook bij jezelf, ja, ik ben erg druk, druk, druk. Waar ben jij precies druk mee? En waarvoor ben jij druk? Heeft het eeuwigheidswaarde? Is het ergens een beetje meer liefde van God brengen? Ergens wat meer licht van God brengen? Of is het toch vooral veel druk bezig zijn met jezelf? Weet je, daar wil ik je mee bemoedigen vandaag. Als je resultaten wil zien veranderen, verander datgene waar jij je tijd in stopt. Als je andere dingen, andere mooie plannen wil zien uitkomen in je leven, stop daar dan tijd in. En nu, op dit moment, niet morgen of een andere dag, maar juist vandaag. Want waar wij onze tijd in stoppen, die kant zal ons leven ook opgaan. Yes? Cool.